eerst een make-up tip. Janine, wat heb je voor de krultang? Ja, van Sophia. Ja. Die had prachtige krullen. Klopt. En dat heb ik gedaan met de krultang. In de zomer is het soms leuk om wat speelser te gaan, iets wilder. En dan doe je mooie krullen in. En dan heb ik deze krultang meegenomen. En Mirna, die is zo handig, want die is binnen 20 seconden heet. Mm-hmm. Over de 200 graden. Maar het verbrandt je haar niet, omdat die van keramische plaat is gemaakt. Dus in tegenstelling tot de meeste krultangen die je haarschachten openen, waardoor je een droge, beschadigde krul overhoudt, sluit deze juist je haarschachten af, waardoor je ook nog eens een mooie glans krijgt. Maar er zit geen klem aan? Nee, je houdt het eigenlijk zo vast. Je doet gewoon je haartjes eromheen. En dat hou je dan vast aan het uiteinde. Dat zie je ook wat ik bij Sophia heb gedaan. Mm-hmm. En je bent binnen een kwartiertje klaar met je hele haar. Omdat het dus 5 seconden hou je hem vast, laat je hem los en je bent klaar. Per pluk. Dat is toch altijd sneller dan dat je ouders er bij jou 9 maanden over hebben gedaan, hè? Toch? Ja, precies. En ook een leuke tip. Als je krullen hebt al, dat doe ik ook wel eens, maar je wil ze een beetje opfrissen, heb ik hier ook zo'n krulletje erbij en dan lijkt het net of je hele haar gekruld is. Gooi je haar los. Juist. Dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Double Beauty.